Je ja. hebt ook veel boeken geschreven over verslaving. Ik vind dat een heel interessant onderwerp, hoe dat werkt. Um, je bent zelf ook verslaafd geweest. Ja. En jij bent daar redelijk snel en moeiteloos mee gestopt, heb ik het idee. Ja, dat is uh, precies ook waar, waar die boeken die over verslaving gaan. Die laten zien dat je op twee manieren met een verslaving kunt stoppen. En, en dat hangt weer samen met wat is een verslaving. En verslaving is... Zelfafwijzing mm -hmm. die niet gevoeld wil worden, waardoor je een middel gebruikt ja. Ja, om, om het te je wel even goed te voelen. Ja. En ja. dat middel versterkt dan weer de zelfafwijzing. Ja, iedere verslaafde weet dat in het begin kun je nog een tijdje jezelf wijs maken dat het helemaal oké okay is wat je aan het doen bent, maar ergens komt dat punt dat je jezelf gewoon eigenlijk stom vindt en slap vindt vanwege je verslavingsgedrag, maar dan kan je er niet meer mee ophouden omdat het dan lijkt alsof je je nog stommer en slapper gaat voelen als je ermee ophoudt. Uh, ja. ja. Dus het punt is gewoon dat doorgaans stoppen mensen met een verslaving... door de, niet aan de zelfafwijzingskant, maar aan de gedragskant te stoppen. Dus ze stoppen met het middel. Ja. Ze verbieden zichzelf het middel. Ja. Vanuit een soort van, ik ben zo ongelooflijk rund, nou moet ik er gewoon mee ophouden. Weet je wel, stommeling die ik ben, nou moet ik er mee ophouden. Ja. Dus ze beschouwen... De verslaving als hun identiteit. Hè? Juist, ik Ben ja. verslaafd. Ja? Ja, ja. En vervolgens gaan ze in het gedrag verbieden. Ja. Wat in feite het hele systeem juist in stand Versterkt. houdt. Ja, ja, want je ja. gaat vechten tegen een overtuiging. Ja. die daardoor dus sterker wordt. Iedereen weet, als je een gedachte niet wil denken. dan ga je hem steeds meer denken. Nou, het zit al. Als jij bij jezelf uh, zoiets hebt van. Nee, ik rook niet. Punt. Ja. Prima. Maar als je zegt... nee, deze maand mag ik niet roken... Ja, dan zeg je ja. eigenlijk, ik ben een roker... Die niet en ik mag ga roken, dus ja. van alles doen om, om dat maar... En dat wordt ja, een stuk bestrijden. Ja. Ja. Dus wat ik mensen dan probeer te, te laten zien in die boeken ook, is dat je ook aan de andere kant kunt stoppen. Dus je kunt stop, beginnen met stoppen met zelfafwijzing. Dus dat is herkennen. Ja. Ten eerste, het, je bent niet stom of slap of slecht. Je bent niet eens verslaafd. Je ja. hebt een verslaving. En dat geeft jou het gevoel van stom en slap bezig zijn. Ja. Dus hou eerst op met te geloven dat je stom en slap bent. Ja, nou, daar zijn allerlei hulpmiddelen voor. Mm -hmm. En dan stop je dus met je verslaving. Niet vanuit, ik mag, het is weliswaar lekker, maar het mag niet meer omdat het zo slecht is. Nee, dan zie je dus, het brengt me helemaal niks goeds. Het brengt me alleen maar shit. Het past niet bij me. Ja. Ja, waarom voel ik me zo naar als verslaafde? Omdat het niet bij je past. Juist omdat je in wezen niet verslaafd bent, leid je zo onder het hebben van een verslaving. Ja. Als je dat eenmaal ziet, dan stop je ermee zonder strijd. Ja. En dan heb je bij sommige middelen... heb je dan een paar weken nog een soort afkikperiode. Maar zelfs die kan je moeiteloos hebben. Zoals mensen ook geen moeite hebben als ze een griep hebben. Nee. Je, je kan gerust twee weken griep hebben... zonder dat je jezelf afwijst daarover. Ja. Ja? En dan ben je er dus vanaf op een hele vrij gemakkelijke manier. Dus. dus dat was eigenlijk het idee in dat boek De Verslaving Voorbij. En dat is dus later eigenlijk ook weer teruggekomen... in, 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 in zeg maar, het uh, boek Verslaafd aan Liefde... Hè, waar dat hele systeem... Als het ware ook zichtbaar wordt. wat jij er net al zei. van verslaafd zijn aan een ego. Verslaafd ja. zijn aan een zelfbeeld. Hè? Ja. We denken bij verslaving. dat het de, de middeltjes zijn. waar je echt aan verslaafd bent. Ja. Maar dat blijkt wel mee te vallen. Dat blijkt mee het te vallen, ja. De patronen. Een mooi voorbeeld ja. was. in de Vietnamoorlog... Uh, zat zo'n 20% van de soldaten. aan de heroïne. Ja. Die keren dus tienduizenden. verslaafde soldaten terug naar Amerika. Aha. De overheid dacht. Helemaal mis. Ja. En wat bleek van al die tienduizenden. verslaafden. Was nog 5% verslaafd thuis. En de rest niet. Ja. En hoe komt dat? Je bent in een andere omgeving, je hebt andere ja. patronen. En ja. dus is er helemaal niet ja. die impuls: van ja. wat moet ik doen? Ja. Dus het zit inderdaad, wat je ook zegt, met als je in dat spiraaltje zit met uh, zelfafwijzingen, ja. negatieve zelfbeeld, etcetera. Ja. Ja, ja. Ja, als dat wordt doorbroken. Het ja. is echt niet zo, zozeer echt het middeltje waardoor ja. je... En dat is patronen. natuurlijk ook de reden waarom veel mensen als ze dan stoppen met de verslaving... maar ze, stoppen, ze veranderen niet meteen hun leefsituatie die, al, die eigenlijk de aanleiding was ja. tot de verslaving. Ja, ja. Als je een rotbaan hebt of jezelf zelf als het ware niet in staat acht om leuke, leuke contacten te leggen met mensen en zo... Je geremd voelt, dat soort dingen. En daar ga je dan het middel voor gebruiken. Zoals uiteraard bijna iedereen alcohol gebruikt om makkelijker met mensen om te gaan. Om, ja, ja, om wat ja. spontaner te zijn en zo. En dat versterkt dan weer het idee dat je dus van jezelf niet spontaan bent. En enfin, het hele systeem is duidelijk. Ja. Nu alleen nog van hoe, hoe krijg je dat zwaar... Hoe, hoe komen mensen in aanraking met die opvatting? Hè? Want, want het hele beeld van een verslaving moet bestreden worden in plaats van losgelaten. Ja. Zit hem en ook in onze samenleving. Hè? Dus bijvoorbeeld alleen al bijvoorbeeld hoe de samenleving omgaat met uh, drugs is ja, ook ja. een precies ja. een weer zelfde voorbeeld van het probleem wordt gecreëerd door de manier waarop je het bestrijdt. Ja, ja de hele criminaliteit rondom drugs zou totaal niet nodig zijn. Ja, die wordt, die wordt gecreëerd door het strafbaar stellen. Ja, en dan ja, heb je absoluut. natuurlijk mensen die denken, oh, daar kunnen we leuk geld aan verdienen. En dan moeten die mensen weer uh, opgepakt worden en in ja. de gevangenis gezet en zo, weet je wel. Dus het is, ja. al, het is een totaal, het is een non-probleem wat ontstaat door de manier waarop je het probeert te bestrijden. Ja. Dus ik zeg niet van, doe maar gewoon meteen alle drugs legaal. Mm -hmm. Je kan daar best wel een soort van... Een soort van filter inzetten. zodat je het bijvoorbeeld op doktersadvies beschikbaar maakt. en sommige dingen die toch al door iedereen gebruikt worden. weet je wel, die moet je dan maar gewoon wel legaliseren. Ja. Het geld wat je bespaart. door de misdaad niet meer te hoeven bestrijden, want die is er dan niet meer. kun je gebruiken om mensen die. zeg maar in de problemen raken met hun verslaving. die kun je dan helpen. Dus, het is, uh, dus dat ook. Dus de verslaafde denkt. ik moet heel erg vechten tegen. Mijn aandrang om er vanaf te komen. De maatschappij denkt wij moeten vechten tegen het drugsprobleem om er vanaf te komen. Het moet verboden worden en steeds beter verboden worden. Heeft totaal geen zin, weet je wel. Werkt averechts. Ja. Ja. En dan bijvoorbeeld de drugshulpverlening tegenwoordig is toch nog voor een groot deel. Beïnvloed door dat twaalf stappenplan van de AA. Mm -hmm. Wat als het ware ook zegt van je moet beginnen met te erkennen dat verslaving een ziekte is waar je nooit van afkomt. Oh, en dan okay. moet je je overgeven aan een soort hogere macht die jou dan gaat helpen ja? om er van af te komen. En dan moet, je elkaar, dan moet je een groep creëren van gelijkgezinde verslaafden die elkaar dan gaan helpen van wat goed dat je nog steeds niet gebruikt of zo weet je wel. Wij gaan okay. elkaar helpen om. om Ervan af maar te dan, dan maak je je identificatie alleen maar sterker. Ja, dus ja. mensen uh, identificeren zich met ik ben een verslaafde, maar dan eentje die niet meer mag. Ja. En heel erg zijn best doet om het middel niet meer te nemen. Ja, ja En dat is uh, jammer. Ik bedoel, ook die mensen gaan erop vooruit als het hun lukt om het middel niet te nemen. Maar niet zo heel erg veel, want ze blijven in zekere zin verkrampt. Dan is jouw benadering wel tamelijk uniek, denk ik, ook voor dat ja. circuit. Ja, dat denk ik wel, ja. Want je kijkt eerst naar wat maakt dat in jou, uh, die drijf om, om uh, bijvoorbeeld pijn te bedekken middels drugs. Ja. Waar komt het vandaan? Ja. En als we dan weer even richting Advaita gaan, ja, dat zit dan toch in de identificatie ja. met een ik. Ja. Met compensatiegedrag, ben ja. ik wel goed genoeg? Ja. Heb ik het leven onder controle? En ik word al ja. die stress drukt op je ja. en dan gebruik je een middel ja. en dan is even je mind leeg. Ja. Een middel wat schijn heeft van dat je het onder controle hebt. Ja, ja. ja dat is zo het werkt. Hè? Dus uh, maar goed, uh, kennelijk is dat een, is de, zowel in de verslaafde het idee heel erg ingebakken dat je moet vechten tegen je verslaving, als ook in de samenleving is alles op zijn tijd. Hè. Kennelijk duurt het nog even voordat ze doorkrijgen, dat je veel gemakkelijker met een verslaving kunt ophouden. Ja. Als je het achterliggende probleem aanpakt. Ja. Maar goed, de hele samenleving is helemaal nog niet toe aan de-identificatie. Dat is maar een heel klein, heel klein, zeg maar. Ja. bovenlaagje, of misschien moeten we het maar onderlaagje noemen. Wat, wat hiermee bezig is. En, dus ook dat is gewoon kennelijk hoe het is op het moment. Hè? Nou, wat ik ook fascinerend vind, dat als ik zeker op die neuromarketingcongressen, daar is hun duidelijke, oké, okay, er is geen vrije wil, dat stuurt dat onbewust aan. En er wordt zelfs wel eens benoemd, ja, er is natuurlijk eigenlijk niet eens een ik die het aanstuurt. Ja. Uh -huh. Maar ik denk dan, dat ene zinnetje, dat is, je bevrijding ligt als een rode ja. loper voor je. En dan, daar stappen ze overheen. Ja. Dus, dus, en dat vind ik echt zo fascinerend, dat ik denk, ja. dit is het. Ja. En dan, ja, er is natuurlijk eigenlijk geen ik. Ja. maar dan vervolgens niet van oh maar maar wat is het dan wel ja 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 dan ja, ja, ja 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 gestapt, vind je ja. echt uh, dat blijft uh, ja ja dat is wel dat is mooi hè dat is ja. wel boeiend dat hoe zeg maar wetenschappers soms in hun wetenschap eigenlijk best wel heel dicht als het ware bij het geheim zogenaamd geheim dan komen van ja. de werkelijkheid ja. maar dan toch natuurlijk dat vanuit die basisaanname van ja. dat de materie werkelijk bestaat. Nou, dan komt dus het uh, uh, Dick Swaap, je bent je brein. Ja, je ik bent vind je een brein. briljante man hoor. Ja, en, ja, ja, een super lieve man. Maar dan denk ik, ja, nee, je bent je brein. Uh, de, 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 kijk nog even wat ja. dieper eigenlijk. Ja, kijk <sacht> nog even iets dieper. Hè. Ja, ja, ja. Ja. Dick Swaap heb ik ook van genoten. Ja, maar ja. ook met datzelfde, weet je wel, soort van, soort van. Eigenlijk zou ik het hartstikke leuk vinden om eens met hem in gesprek te gaan ook. Misschien moeten we dat eens regelen. Als hij het daar ook voor voelt hoor, want dat gaat dan wel over, weet je wel, want wa wat is zijn expertise? Nou, dat is duidelijk dus niet wie ben ik. Nee. Dat is niet zijn veld. Zijn veld is wetenschap. En wetenschap gaat alleen maar over oorzaak en gevolg. Ja, ja. Ja, als, de, als we hierop drukken, dan gebeurt er dat, weet je wel, die ja. relaties uh, verklaren. En daar is hij natuurlijk waanzinnig mooi en goed, heeft hij een mooi boek over zeker, geschreven zeker. ook en zo. Dus en, en de uitspraak wij zijn ons brein is een metafysische uitspraak, is geen wetenschappelijke uitspraak. Klopt. Ja, hè? Dus dan dus zou je zeggen, oké, okay, is hij filosoof? Nou nee, ik geloof het niet, nee, nee, maar zelfs een filosoof is dan nog alleen maar is bezig met en over na te denken en ja. niet om het ook werkelijk te realiseren. Daar zijn filosofen doorgaans niet mee bezig. Uh, nee, en die zijn ja. doorgaans gevangen in een web van ratio. Ja, hè? ja. <laughs> dan uh, ja. wordt het ook lastig. Ja. Maar het is mooi als je alles kan combineren, want ik ben echt zelf ook een groot fan van, van de huidige wetenschap. Ik vind het fantastisch gewoon wat ze allemaal ja. ontdekken en ontwikkelen en zo. Ja. En zeker op het gebied van fundamentele fysica. Prachtig mooi. Hè. Hier, dit boek heb ik zo van gesmuld. is tegelijkertijd overigens meer dan de helft ging ver boven mijn pet. Oh, okay. Maar dat gaat dus ook over die, die grensgebieden van, weet je wel, kwantumfysica. Oh, ja, ja. En dan de, het universum, de ja. ver af, uh, zwarte gaten en dat soort dingen. Ja. Je ja, ja. dacht, ik neem even een boekje van een, een bladzijde van 8.000 ja, met kleine spannend. letters. <laughs> ja, leuk. Ja, nee, ik vind dat ook ja, eerlijk, fascinerend ja. is dat. Hè? Dus, uh, ja. dus dat gesprek denk ik tussen wetenschappers en filosofen eventueel mogen ook meedoen als ze maar op tijd hun mond houden. En dan, en dan beoefenaars. <laughs> hè? Dus beoefenaars van, ja. zeg maar, advaita jn beoefenaars die. Uh, die een klein beetje vanuit die andere visie, dan al een klein beetje kunnen vertellen. En, da en dat dan weer. Je ja. staat bijvoorbeeld iets in, en dan zet, ergens zegt dan een van de huidige problemen is. dat wat, en dan zegt Oh, maar dat weten wij. Hebben wij al lang een antwoord op? Dat denk ik: Oké, okay, dat zou ik best wel eens willen praten met iemand ja. die nog denkt dat dat probleem echt een probleem is. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, hè afijn ja. dat soort dingen. Dat soort dingen. Oh, alles op zijn tijd. Dat komt misschien dat dit blogje weer aanleiding ja, is dat, ja, dat, we, dat ergens, was, we hebben het over. Maar. Dat zoals we hebben het over ons, weet je wel, laten ja. we daar eens over gaan praten, hè? met ja. wetenschappers tussen wetenschappers, filosofen en uh, spirituele beoefenaars. Ja, we ja, kennen wetenschapper, echt een bolleboos. Die man snapt dit ook allemaal, maar die het over echt alles. Ja. En als er iets misgaat in zijn leven, is hij helemaal de weg kwijt. En dan denk ik, ja maar, ja. Ja. ja, Dus tussen snappen en voelen ja, is ja, echt ja. een. Uh, ja, ik zag toevallig een fragment uit de, de wereld draait door, waar het heel uitzonderlijk ook ineens. Oh, dat was van Patrick. Die gaf dan, die stuurt mm. van die links rond. Ja. En uh, dat ging dan over niets. En daar mm. was dus een of andere hoogleraar uh, fysica of wat dan ook. Die vertelde over niets. En ik zag dat uh, die presentator dat buiten gewoon fascinerend vond. Ja. Maar ik zag wat die hoogleraar allemaal uitkraamde, was. Maar dat was echt maar gewoon. bleef echt helemaal aan de rand, weet je wel? het echt, echt, interessant werd het nergens. Ja. ja, ja, dat, ja. Hè, omdat het al. Hij bleef alsmaar in quotes en oh, ja, ja. Le leuke, leuke, ja. leuke Maar ergens, weet je wel, was het. Maar gewoon... de, de wereld willen ze ook natuurlijk. De uh, willen ze dat niemand wegzapt. Dus dan ja. wordt het zo gescript, dat, dat er wel iedere kunnen, keer ja. een filmpje komt of een dingetje. En uh, dus ja. Dat de, ja, even dat, terug naar, ja. naar uh, verslaving. Ja. Dat we naar de kosmos afdwalen, een uh, ja. zwarte gaten verdwijnen. Um, Verslaafd aan liefde, dat ja. is ook een boek. Want uh, zeg jij van, nou, de liefde is eigenlijk het, hetzelfde als een sigaret of een biertje. Je, je kunt de liefde ook gebruiken om dingen te bedekken. Dan moet ik toch wel iets, dan moet ik toch wel een beetje, mm -hmm. een beetje vertellen over wat dan de, eh, volgens die, de Dzogchen-visie, de Tibetaanse visie dan. De essentie is, en, en in die essentie zou je kunnen zeggen, zijn we liefde? Liefde is wat we zijn. Ja. Liefde en helderheid zou je het kunnen noemen. Dus helderheid is dat wat alles ervaart, en liefde is dat wat niets veroordeelt en alles omhelst. Ja. Ja? Ja. Dus die twee kanten, alles uh -huh. ervaren en niets veroordelen, alles omhelzen, zou je kunnen zeggen, is, ons, is de essentie van bewustzijn. En bewustzijn is wat we zijn. Ja? Nu, voor het aangeleerde zelfbeeld, waar, we dus mee, waar dat bewustzijn zich mee heeft geïdentificeerd in de loop van onze jonge jaren. Daarin ontstaat een heel ander mechanisme om zeg maar, liefde en helderheid te ervaren. En dat is door ze te projecteren op personen of omstandigheden. Ja. Dus wij denken bijvoorbeeld bij liefde dat er iemand moet zijn om liefde te hebben. Liefde ja. heeft dus altijd te maken met iets tussen twee mensen. Ja, een voorwaarde. Ja, een ja. Voorwaard. Er moet, een voorwaarde, er moet er voldaan worden aan een voorwaarde. Dus het ego. Creëert eerst een voorwaarde, dat is gewoon een automatisme. Een voorwaarde: als ik eenmaal die leuke man of vrouw heb ontmoet, die ook van mij gaat houden zoals ik van haar houd, dan ga ik me heel erg gelukkig voelen. Ja. Die voorwaarde creëren is een soort verkramping, is een soort verkleining van je werkelijkheid. En als dat dan op een bepaalde dag gebeurt, en er vindt een ik ook van jou gebeurtenis plaats, dan zal die verkramping even ontspannen. En wat je dan ervaart is liefde. Ja, ja, ja. Ja. Maar, en die liefde wordt alleen niet herkend als je inherente staat van zijn, omdat die pas gevoeld werd nadat aan een voorwaarde is voldaan. Juist. Dus ook dat gevoel, die, dat heerlijke gevoel van liefde, wordt meteen gekoppeld aan die voorwaarde die je er in mezelf eerst voor had moeten ja, bereiken, ja, ja, voordat ja. je het kon ervaren. Ja. Ja. Dus zo is de cirkel weer rond en dan denk je, deze man of vrouw, die geeft mij die liefde. Die moet ik vasthouden, weet je wel. En dat is dan wat een relatie is. Uh, ja. relatie is dus, ja, een relatie is dus het willen regelen van dat je dat gewoon niet meer kwijtraakt. Dus ja. je maakt afspraken met elkaar ook over, voor altijd, afspraken zijn dat, impliciet of expliciet, omdat je het gewoon niet kwijt wil. Ja. En het bizarre is nu dat die aanvankelijk nog bruisende liefde uit die natuurlijke staat, die niet herkend wordt als je inherente in staat. Geleidelijk aan verdwijnt achter al die afspraken en al die veiligheden die je hebt ingebouwd om het niet kwijt te raken. Ja, precies. Dus ego reageert op die ervaring met een soort contraproductieve reflex. Oh, dit is zo fijn, dit moet ik vasthouden. Ja, ja. En in het vasthouden zit dan maar heel geleidelijk. Daarom heb je ineens door dat je zelf de veroorzaker bent van het einde van je liefdesgevoelens. Ja. En ze hebt vervangen door een soort gezapig soort veiligheid, soort vertrouwdheid, soort veilig, soort die ook best wel leuk is, overigens. Mm -hmm. ja, maar die je niet eens doorhebt dat die er is. Ja. Ja, je vindt het maar normaal, na vijf jaar, dat die persoon naast jou wakker wordt in jouw bed, weet je wel. En ja. dan op een dag, als ze er ineens niet meer is. Ja. Oh, wat een pijn, weet je wel. Wat een, wat een wanhoop, wat een totaal soort. Ik kan niet leven zonder jou. Weet je ja. wel. En dan komt ineens de Rage keerzijde van door. het hele systeem. <laughs> ja, komt ja. dan naar boven. Ja. En dan gaan we dus gewoon kapot aan ja aan het verlies van die persoon omdat we alles daarop geprojecteerd hadden. Dus dat hele systeem van ego, dat is gewoon waar we mee moeten gaan aan het werk gaan. Ja, ja. Dus dat systeem dat reageert gewoon op oh die leuke buurman of buurvrouw en ik ben zo verliefd, weet je wel? Ja, en dan ja. ga je gewoon in een relatie met die persoon. En als je dan allebei ook al bezig bent met zeg maar het hele proces van bewustwording, dan kun je dit hele systeem gaan benutten voor een soort Weg terug naar wie je werkelijk bent. Ja. Dus, dus niet soort van: oh, ik mag geen relatie meer aangaan, want ik ben eigenlijk al liefde en ik mag dat niet meer bij een ander neerleggen, want dat is gewoon één. Nee, ja, maar die, dat, dat heb ik meegemaakt. De, ja, de, de neo-advaita, ja? dat is van: ja, dit is allemaal één, dus waarom uh, ja, zou ik met iemand zijn ja. of, uh, En dat is ook, ja, uh, en ik ga met iedereen seksen, want ja. dat is ook allemaal energie. Ja. En, ja, uh, ja. ja, dat hou je een tijdje vol. Ja, dat is in feite bindingsangst met een spiritueel correct sausje yes. erover. Ja, hè? Ja, 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 dan willen mensen gewoon eventjes uh, niet aan de, al die narigheid beginnen die ze al uh. hebben meegemaakt. <laughs> ja. 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 En dat is op zich ook prima, alleen moet je dan niet denken dat je dan spiritueel bezig bent. Dan ben je gewoon even een tijdje rust aan het nemen van op het relatiefront. Dat is heel gezond overigens. Ja. Ja, maar dus, dus als je eenmaal door hebt dat het zo werkt, moet je niet meteen willen... Het bestrijden ervan. Nee, zeker. nee hè, ja, dus ja. dan moet je gaan oefenen met het zien. Ja. En daar kunnen partners elkaar ons ongelooflijk bij ondersteunen. Als je ziet bijvoorbeeld op een bepaald moment dat jouw partner een, niet doorheeft dat ze bijvoorbeeld op een bepaald moment toch een soort veiligheid erin wil bouwen, een soort claim. Mm -hmm. En dan op het moment dat jij dat wel doorhebt en jij wil die veiligheid, die, dat stukje veiligheid heb jij losgelaten, dan zou je kunnen zeggen, lieverd, ik zie dat je. Nu een beetje aan me aan het trekken bent over, weet je wel, je wil meer van dit of minder van dat. Maar ik heb het gevoel dat dat bij mij eigenlijk niet meer past. Dus ja. op die manier. Dus niet veroordelen van, oh, jij bent met je ego bezig of zoiets. Nee, nee, nee. Je bent, we zijn allebei met ons ego bezig. Maar en dit, dat mag. Dit in, in de mens. Het is makkelijker vaak om maar in te stemmen met de behoeften van de ander. Want dan ga je het conflict uit de weg. Dus ja. het is pijn van mij dat gedrag mm -hmm. ook. Ja. En op het moment dat jij iemand teleurstelt. Vuur je spiegelneurona, voel jij het ook. Dus ja. eigenlijk zit je alleen maar je eigen pijn te vermijden. Ja. Uh, ik denk dat dit voor dit zie ik in het bedrijfsleven ook. Het aanspreken van mensen op gewoon simpelweg elkaars gedrag. Ja. is het wat overal stagneert. Ja, en. Ja, dat is uh, voor ego is dat beangstigend. Dat, dat, hè? Want ja, dan want dat uh, is, dat kun je afgewezen afwijzing. worden. ja. 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 Ja, dus dat kun, je, dat kun je op alle fronten natuurlijk gaan oefenen als je op het spirituele pad bent, maar in de liefdesrelatie zijn de stakes het highest. Ja, ja, ja. ja de angst het hoogste en de bevrediging het grootste en zo. En ja. Is het het mooiste. Het levert ook het mooiste op. Als je werkelijk een partner hebt waar je zeg maar, spiritueel mee kunt omgaan, mm -hmm. dan kun je heel veel liefde blijven ervaren en heel veel vrijheid. Ja. En, en, en alleen het enige wat je ervoor moet doen, is je angst nemen. Af en toe ben je ook bang gewoon dat een ander er van mee op gaat houden. Of... Maar dat is een heel natuurlijk biologische reactie. Ja, ja, die angst hoort er gewoon bij. Maar als je die niet wil voelen en je gaat dus met elkaar een allerlei deals sluiten... waardoor je die angst niet meer voelt, ja. raak je dus uiteindelijk iemand kwijt. Want eerst verdwijnt de liefde achter dat scherm van afspraken voor veiligheid... Ja. Dan ga je de liefde missen in je leven. En dan wordt een van beide partners ineens verliefd op de buurman, weet je wel, of de ja. collega op het werk. En dan heb je gewoon een hele, hele circus weer op gang. En dan, en dan doet het zoveel pijn dat mensen daar niet mee kunnen dealen. Ja dan moeten ze gewoon de relatie beëindigen en voelen ze zich verraden en in de steek gelaten en dat soort dingen. En dan herhaalt het zich weer bij andere partners. Uh, ja, want dan krijg je een nieuwe partner, die zegt ja. weer precies hetzelfde, Ja, hetzelfde rondje. Ja, en ja dan, dan, soms in uh, een iets ander... De vorm is dan anders, maar de, de onderlaag is hetzelfde. Ja, ja, en op het moment dat uh, mensen komen hier naar jouw workshops ja. en, en die willen vaak, denk ik wel, iets over hun relatie weten, hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Mm -hmm. um, zijn er zijn bepaalde de tips die je geeft. Want je benoemt al net, maak het bespreekbaar met je partner. Mm -hmm. Maar ik heb je ook al horen zeggen, zoek niet de schuld bij je partner. Mm -hmm. Want als jij ja. een gevoel hebt, zit het altijd in jou. Ja. En dat is alleen maar, je projecteert het op ja. je partner. Ja, dus herkennen dat, herkennen dat je projecteert. Je kan zelfs niet zeggen, je moet ophouden met projecteren. Want ook dat is een automatisme, een ego-automatisme. Ja. Dus het voelt gewoon heel erg alsof de partner degene is die jou die rotgevoelens... Zeg maar, uh, uh, creëert in jou. Mm -hmm. En dan moet je als het ware. en inderdaad, praten met je partner. maar niet praten vanuit die rotgevoelens. maar dus eerst verantwoordelijkheid nemen voor je rotgevoelens. Zeg, oké, okay, dit zijn mijn rotgevoelens. Eventueel zelfs time-out nemen. Zoek het even, eerst even alleen uit. Ja. En dan natuurlijk praten. wat je daarnet zei. of wat je doet. weet je wel. Levert voor mij echt een hoop angst op of levert een pijn op of ik voel me heel erg, ik voel me heel erg zeg maar gekwetst daardoor. Mm -hmm. ja. En ik ben daarmee bezig, hè, maar je zou me kunnen helpen door bijvoorbeeld dit of dat of dat of dat. Dus niet als een soort van jij moet daarmee ophouden, soort van, maar je kan wel met elkaar gaan praten over van hoe, hoe, hoe kunnen we dit doen zodanig dat we het allebei volhouden. Want soms is het echt moeilijk, zeker als er buitenechtelijke dingen bijkomen hè, in een relatie. Uh, ja, ja. Dan, dan drukt vreselijk op vreselijk pijnlijke knoppen. Wat heel natuurlijk is natuurlijk, ja. want van nature wil de man niet dat de vrouw met een andere man sekst, want ja. dan krijgt ze zijn genen ja. en niet die van jou. Ja. En de vrouw denkt, ja wacht even, als jij met een ander gaat, uh, komt mijn nestje in gevaar, ja. Ja. jij moet wel op mijn nestje passen. Ja, het is dus, een, dus, een biologisch, het heeft zijn basis in ja. de biologie, waar, hè, dat mannen meer... Maar dat is dus niet dat, dat de, de ultieme relatie waarbij het altijd leuk is. Ja, er is natuurlijk, dat wordt in films altijd uh, prachtig voorgeschoteld, maar uh, het, het hoort erbij allemaal. Mm -hmm. de, de ups en downs en pijntjes en ja. leuke momenten. En... Ja. ja, dus dat is uh, zeg maar, als je het hebt, wat, wat is het recept? Het is, het is in ieder geval de intentie hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor alle, alle gevoelens. Ja. Dan de intentie om dat te delen met je partner. Dus mm -hmm. dat is het deel wat voorkomt dat het een soort vrijblijvendheid wordt. Een soort van: oké, okay, jij doet me wat je wil, want het is toch allemaal mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, 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 nee, ja, ja. je hebt wel degelijk een relatie, ook op ego-niveau, maar ook op spiritueel niveau. Een ja. soort van commitment aan jezelf vooral. Mm -hmm. Maar ook wel een commitment of je misschien elkaar kunt helpen om autonomer te worden in je manier van liefhebben. Ja. Ja? Dus dat, en daar zijn een aantal recepten voor. Uh, oefeningen ook. Ik heb bijvoorbeeld één oefening. Is zo simpel, weet je wel. En dat is dat de ene partner tien minuten lang met echt een kookwekker erbij mag vertellen. Mag, alles mag vertellen. Okay. Alle gevoelens mag delen. De ander ja. mag niks terugzeggen. Okay. Ja, alles wat hij erbij voelt, weet je wel van. Ja, ja maar, ja. nee, maar dat ja, is Al die dingen. Ja, <laughs> ja, ja, maar hij ja. mag niks terugzeggen. En dan na tien minuten ga, stop je. En dan mag tien minuten mag de ander. Maar hij mag niet eens reageren op wat hij gehoord heeft. Hij okay. moet dan vertellen ja. wat, hij al, wat, hem al, zeg maar, wat hem al dwars zat voor dat gesprek. Okay, okay. Ja, dus hij moet refereren aan dingen die die week gebeurd zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat. En, en dan natuurlijk. En dan ook nog een beetje soort van zoveel mogelijk in boodschappen Dus niet van jij was van de week weer echt gewoon als een klootzak bezig of zo, weet je wel. Maar een soort van nee, ik heb deze week een aantal keren ervaren. Dat, het gevoel dat je me aan het negeren bent, bijvoorbeeld. Ja. ja op die en die en die momenten had ik dat gevoel dat je me aan het negeren bent. Zoiets. En, uh, en daar, daar ga ik zelf naar kijken: van oké, okay, is dat werkelijk waar of is dat mijn angst om je kwijt te raken of zo. Mm -hmm. Ja. En dan, kan je dan, en dan kan je eventueel zeggen: van je zou me kunnen helpen in dit ge geval. Door, door af en toe contact met me te maken. Gewoon eventjes, weet je wel, als je een hele avond computert, weet je wel. Waar, dat zou me helpen als je tussendoor even, als je pauze neemt, even beneden komt of zo, weet je wel. Ja, ja, Zoiets ja. van, dan kun je gewoon, in, in gedrag kan je zeggen van, oh, daar zou ik best wel... En dan kan de ander zeggen van, ja, dat is eigenlijk helemaal geen probleem voor mij. Of hij kan zeggen, dat vind ik echt, dat druist helemaal in tegen mijn grenzen, weet je wel. Nee, ja. dat kan ik echt niet doen. Wat dan ook. En dan ergens breik je een punt dat je... Of wel nog prettig vindt om samen te zijn, of niet meer prettig vindt om samen te zijn. Ja. En, en natuurlijk, de basis is al dat het hebben van een relatie, het idee dat het uit elkaar vallen van een relatie iets is wat altijd bewijst dat er iets verkeerds gaat, gaande is. Mm -hmm. Dat idee moet je al van af aan zien los te laten. Een ja. relatie is iets tijdelijks. Het ja. kan een jaar duren of tien jaar of totdat je doodgaat, maar het is iets tijdelijks. Maar goed, tijdings. dat jij geen trouwambtenaar bent, Jan. Wat? Maar goed, dat jij geen trouwambtenaar bent. Een trouwambtenaar. Ja, nou, dames en heren, ja. Ja. Is, wat we nu doen is natuurlijk tijdelijk. Ja. 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 Dat zou leuk zijn, ja. Eigenlijk zou je juist zeggen: oké, okay, laten ze dat maar eens invoeren. Nou ja, bij, nee, maar ik heb het met, de, met Guido wel eens over gehad. Van als je nou gewoon eens met trouwen een contractje voor twee jaar doet, we doen ja. twee jaar ja. en daarna gaan we evalueren, willen we door. Ja. Dat zou ik best wel tof vinden, want ja. dan kom je wel. Ga je die twee jaar iets meer je best doen? Heb ik ja. het idee? En ja. na twee jaar ga je gewoon eerlijk, net als jouw tien minuten dingetjes even ja. ventileren. Nou, hebben we het nog nou ja. zin? Ja. Zou maar een idee. Hè? Ja, he. ja. Dus, uh... Ja, maar je zou dat inderdaad los kunnen doen van, weet je wel, zo'n samenwooncontract is eigenlijk ook alleen maar heeft alleen maar te maken met een hypotheek kunnen krijgen en dat ja, soort dingen. Precies, ja. Verder slaat het eigenlijk nergens op. Ja. Dus dan zou je dat kunnen doen, weet je wel. En Elke week evalueren. is in een van mijn boeken. Staat dat gewoon? Doe dat minstens één keer in de week. Ja. Gewoon wat voor mij niet werkte deze week was dat en dat en dat en dat. Weet je wel? Wat voor mij heel erg werkte deze week was dat en dat en dat en dat. Ja. Weet je wel? En het gevoel wat ik op dit moment daarover heb is dat en dat en dat en dat. Het is een hele simpele oefening. Ja. Dat, en ook daar weer, je mag niet op elkaar reageren. Dus luisteren zolang je niet aan de beurt bent. Vertellen zonder dat er onderbroken wordt als je wel aan de beurt bent. Dat soort dingen. Dat is gewoon om die ego-reflex... Ja. Ik bedoel, als je heel erg ontwikkeld bent op dit gebied... mag je die oefeningen weer loslaten. Want dan doe je het vanzelf al. Luis ja, dat, luisteren dat, dat, dat en, en niet meteen doorheen babbelen, weet je maar, wel. Maar ook als ik zelf uh, stel... mijn vriendin doet iets wat, dat ik denk... Ah, ik, een beetje, eh, ik krijg er een gevoel bij. Ja. Als, als ik niet mijn gevoel direct heel erg serieus neem of opblaas... Ik weet dat gevoel dus mm -hmm. over drie minuten is het weer weg. Ja. Hè, kijk, als het iets structureels is, ja. dan benoem ik het even. Dat hij doet ze ja. bij mij ook wel eens. Maar ik heb, ik heb ook wel relaties gehad dat echt alles... Oh, nu ja. voel ik dit. En dan... Uh, dat is over drie ja. minuten weer weg. Neem ja. het niet serieus. Ja. Dus, ja. Ja. dus is het niet en en? Dat je ook snapt dat jouw gedachten nou ja, en gevoelens... Je zegt Precies al van als het iets is wat inderdaad na drie minuten opgelost is, niet na drie minuten is gedissocieerd en verdrongen naar een verhoekje omdat ja, je te nee. bang was om. Weet ja, je wel. Ja, maar gewoon ja. als je zegt van ook okay, is eigenlijk niet echt een probleem, dan lost het al op. En dan inderdaad, waarom zou je er dan nog over hebben? Dus dat is weer een andere gouden wet. Een, een gouden spirituele wet. Als je een probleem. Niet kunt oplossen in je geest, moet je hem buiten je geest oplossen. Oh ja. Maar je begint met te kijken of je hem in je geest kunt oplossen. Ja, ja, precies, ja? precies. Dat is een soort van. Oké, Ik mooi. En dan natuurlijk oplossen, betekent ook echt dat het na een paar minuten of een paar uur in ieder geval echt gewoon inderdaad opgelost is. Dus dat je werkelijk geen beknelling meer voelt. En dat is dus moet je leren onderscheiden van dissociatie. Dat je, ja, ja sommige mensen zijn daar zo goed in dat ze een gevoel gewoon domweg om zeep helpen, mm -hmm. omdat er een soort. Angst is om het wel uit te spreken naar de partner. Ja, maar dan ja. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Ja. Dat, dat ik zei: wat is er nu? Want ik voel dat er iets is. Nee, nee, het is goed zoals het ja. is. Ja. En dan ondertussen had ze al tien ballen onder water gedrukt. En dan ja. kwam nummer 11 en dan was het een zo'n. Boah, zo, en dan moest ik echt dekking zoeken. Het uh... is dus, uh, wat wij het nice guy patroon noemen. Of ja. nice girl patroon. Ja, ja, altijd, ja. altijd in de lieve vrede willen bewaren... totdat het ineens niet meer lukt. En dan knalt het er zo heftig en, uh, het uit. Het komt alles in een ja. keer. Ja. Dat hou je ook niet vol. Ja. Maar het begint dus wel weer met inderdaad... eerst wakker worden en in jezelf kijken. Ja. Hè? Want anders op het moment dat je gaat identificeren... met die gevoelens en gedachten... Wordt het al drama. Ja. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk gewoon biologische wezentjes. Dus is ja. het logisch dat je bepaalde dingen leuk vindt en andere dingen ja. niet. Ja. Ik zeg altijd, je kunt nog zo verlicht zijn. Maar als je in een vliegtuig zit en een jochie van zes zit continu op je hoofd te tikken. <laughs> ja, dan ga je echt niet. Oh nee, het is wat het is. Ja. Het is een verschijning in beursen. Nee, ja. dan draai je om. zeg je, jongen, ja. doe ja, maar tuurlijk. niet. Ja, tuurlijk. Ja, ja ja, dus, ja, ja. Ja. Mensen denken ook wel eens, merk ik, dat, dat als ze met dit soort materie aan de slag gaan, dat ze alles maar moeten accepteren. Ja. Maar ja. dat wordt tricky. Ja, dat is bij boeddhisten ook wel een beetje. Hè? Een soort van boeddhisten die uh, bodhisattva ideaal, alles met compassie en met liefde. Oh, ja. Ik heb een leraar gehad die zei dan, that doesn't mean that you have to become a doormat. Je hoeft geen deurmat te worden, weet je wel. Deurmat zijn is niet een boeddhistische zeg maar, uh, beoefening. Nee, nee. nee, je mag, je mag zelfs. En, en natuurlijk, het punt is alleen, doe je het vanuit gekwetste identiteit of doe je het vanuit integriteit? Dat laatste is meer een, zeg maar, meer een natuurlijke eigenschap, heelheid zou je ja, kunnen zeggen. Ja. En, dan, en het verschil is natuurlijk dat je in plaats van, van wil, je, wil, je, als je, wil je daarmee ophouden, weet je wel, pestkop. Dat, of mm -hmm. dat je zeg maar, eerst je eigen, hè, dus in dat voorbeeld van dat, als je dan eerst zeg maar, je aanvankelijke irritatie. Zelf kunt oplossen in de zin van: oké, okay, jongetje, bedoelt niks negatiefs. Precies, precies. Ja? Ja. En dan kan je natuurlijk tegen het jongetje zeggen of tegen zijn ouders: van, Wil je daarmee ophouden? Maar dan doe je dat niet geïrriteerd. Ja. En het grappige is dat je dan meer kans hebt dat het ook effect heeft. Ja. Want als het jongetje voelt dat jij geïrriteerd bent, dan zal die. Geneigd zijn om nog even door te mappen. Ja, precies. Ja. Maar dit is natuurlijk, uh, als mens, als je een beetje clean bent in je geest, is dat natuurlijk goed te doen. Maar ik zie al in het bedrijfsleven als er dan een team van tien mannen zitten vergaderen, zitten er eigenlijk tien kinderen met een stropdas, met allemaal ja. nog patroontjes uit hun jeugd. Ja, Hè, ja, die moet ja. zich nog bewijzen naar papa toe, die is vroeger afgewezen, die is ja. gepest. Ja, ja, en dat ja, ja. vergadert dan. En dat is fascinerend om zo'n proces te zien. Ja. Ook in een relatie, als jij nog een beschadiging uit je jeugd hebt dan ga je natuurlijk alles projecteren in de buitenwereld... Ja. en dan hoef je partner maar op iets te drukken... wat ja. daar een link mee heeft... Ja. en dan bam, dan zit ja. het er weer. Ja. Dus focus je ook op het doorzien van dat soort... Uh, ja, sterker nog, eerst doorzien... voordat je er überhaupt mee op kunt houden. Ja, precies. Want als je, als je hier zeg maar het resultaat van beoefening... gaat beschouwen als een voorwaarde... Ja, ja, ja. dan dat is dat een enorme valkuil... Dat, dat, dat zie je ook in de meditatie. Je hebt van die meditatie-instructies: van, van Never be distracted for a single moment. Dat, dat kan niet. Je nee, kan niet nee. een half uur zitten en niet gedachten hebben. Nee. Dat, en als je denkt dat dat de bedoeling is, dan raak je vreselijk gefrustreerd tijdens je meditatie ja. en haak je af. Ja. Dus hetzelfde ook als je zegt: Oké, okay, wij beginnen met een spirituele relatie. Dat betekent dat we allebei verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen gevoelens en elkaar dus niet meer verwijten. Wat de ander bij mij aanraakt. <laughs> nou, dan kan je, wel, kan je wel stoppen met leven, weet je wel. Ja. Want je bent natuurlijk gewoon wel gewoon nog steeds gewoon je, ook in je ego. En je raakt wel geïrriteerd door je partner. Of, of bang of boos. En, dat, en, dat, dat, en soms knalt dat er ook gewoon uit voordat je er erg in hebt en zo. Zeker, en en ja. altijd, wat ik altijd zeg bij mensen... En dan ergens op het moment dat dat... Gewaar zijn dan wakker wordt ineens. En soms is het al nadat je een uur lang tegen elkaar hebt lopen, vis, rotte vis hebt lopen schreeuwen. Ja. En dan komt dat gewaar zijn erbij. En dat is het moment waarop je kan zeggen: Oké, okay, geeft niks, mag best, laat maar even. Dus niet met ja. terugwerkende kracht dan: Oh, ik deed het fout, oh, weet je wel, Precies. wat dan ook. Nee, en dan kan je natuurlijk zeggen: Oh, sorry, zo wil ik helemaal niet met jou en met mezelf omgaan. Ja. Maar dan doe je dat niet vanuit zelfafwijzing, ja. maar vanuit. Het begin van ja dat van in werkelijkheid zijn we hier te goed voor. Ja, ja. ja, en dan kan je dan kan je gaan corrigeren in de zin van hoe gaan we hier dan wel mee om met deze gebeurtenis. Ja. Maar, maar je moet beginnen met aanvaarden wat er is, en dat is gewoon 100% identificatie met ego. Ja. En dan dat ene procentje wat dan af en toe wakker wordt. Hè? Ja, wat ja, beseft ja. dat je geïdentificeerd bent met je eer. Dat procentje moet beginnen met: geef niks, mag best, laat maar even. Ja. Niks verkeerds aan. Ja. Weet je wel? Daar begint de, de ruimte eromheen. Ja. anders kom je altijd terecht in: ik moet anders worden dan ik ben. Uiteindelijk het zien dat het leven zich manifesteert en dat alles daarin hoort er allemaal bij. Ja, en dan kun je het gewoon zien. Dan kan je dat zien. Is al, ja. Dat kennen we ja. ook wel. Ik heb ook vroeger gehad en dan. dan uh, studie en, en een WhatsApp berichtje. En uh, ja, wel gelezen niet gereageerd. Ja. Weet je wel. En dan, ja. dan gaat die mind weer spinnen. En ja. wat is ze aan het doen. En ja. ja, als je daar op een gegeven moment. Dat kun je op dat moment niet loslaten. Nee. Hè, dat moet je gaan herkennen. En ja. op een gegeven moment dan. Ja, uh, en het herkennen zolang je het veroordeelt. Precies. Hou je het in stand. Ja, en dat dus... is natuurlijk met deze meteen denk je. Oh ja, nu voel ik dus Gefrustreerd over dat ik hier nog mee bezig ben. Dit moet ik loslaten. Ja. En dat lukt niet. Ja. En dan. Uh, ja. ja, het is heel tricky, allemaal. Hè? Ja. Dat is ook weer die gouden regel. Dat wat je veroordeelt, hou je in stand. Dat, dat is ook zo'n gouden spirituele wet hè, waar je heel veel aan kunt hebben. Dus dan ja. zie je gewoon dat je, dat je iets gedaan hebt, daar voel je je naar over. Vervolgens zie je dat je jezelf daar naar over voelt, maar denk je vanuit spiritueel correctheid, ik zou nu van mezelf moeten houden, weet je wel, Wat ja. terug ja. ben ik eigenlijk dat ik niet van mezelf hou. Ja. Dan zie je dat weer van, weet je wel, telkens is er gewaar zijn, ja. wat dan telkens zich laat verleiden tot een soort oordeel over waar het gewaar van is. Ja. En ergens moet je dat punt bereiken dat je zegt, oké, okay, ik zie het, ik doe dit. Ik oordeel erover en ik ben boos op mezelf omdat ik erover oordeel. Geeft niks, mag best, laat maar even. Precies. Ja? Ja. Drop it. Dat ja, drop it. Zien is voldoende. Zien en willen veranderen is alweer bezig zijn ja, met ja. een nieuwe ronde van identificatie. Ja. Ja. Ja? Dus dat is uh, het hele proces en dat moet je dan jaren achter elkaar, 100 keer per dag, moet je dat. Herhalen. Ja. Ja, mijn leraar zei altijd: The most important thing is to remember the most important thing. Ja. Ook zo'n heerlijke niet-zeggende uitspraak, die eigenlijk alles zegt: hè, van, ja. het belangrijkste is dat zien is voldoende. Zien en niet oordelen. Ja. Ja. En als je toch oordeelt, dan is er iets wat dat ziet en niet oordeelt. Nou, het prachtige is natuurlijk dat het gewaar zijn zelf, uh, is er altijd. Ja. Wat er ook in verschijnt. Ja. En die herkenning. Het is ook, Alexander Smit zei een keer mooi, als jij echt bek af s'avonds op de bank valt, wordt dat nog steeds moeiteloos waargenomen. Ja, dat is een mooie... mooie uitspraak, ja. De waarneming is moeiteloos, ja. Alexander Smit, hè, dat is, uh, daar heb ik heel weinig van meegekregen, maar af en toe hoor ik dan toevallig ergens, weet je wel, zo'n stukje, hij ja, was echt een boeiende man, hè. Ja. Ja, en natuurlijk mis ik dat ook, hè, de, de prachtige leraar. Ja. Ja, er is zoveel moois, hè. Zeker. Dankjewel, Jan. Ja. Ik vond het heel leuk. Oké, okay, ik ook. Okay, wat ben je toch een lekkere babbelaar. Wat uh, gezellig gezet hè? <laughs> gezellig babbelen over de werkelijkheid. Precies.